We debatteren 7 minuten per onderwerp en de eerste stelling gaat over Europa. En die luidt, net als de PVV en de SP zullen wij tegen de 3%-norm van Europa in 2013 stemmen. Meneer Plasterk. Nee, zelfs de stelling klopt intern al niet, want de PVV en de SP zijn sowieso tegen het Europact. Wij zijn voor dat Europact en ook voor de euro. Maar gelukkig staat er in dat verdrag 2 dingen. Je moet je aan begrotingsgrenzen houden. En als het verstandig is en goed is voor de economie, dan kun je ook een uitzondering maken, waardoor je dat bijvoorbeeld een jaar of 2 jaar later doet. Is dit een fractiestandpunt of is dit een standpunt van iemand die op dit moment campagne voert? Het is helemaal consistent met het standpunt dat ik namens de fractie laatste jaar, 2 jaar heb mogen innemen. Ik heb overigens ook Rutte in de Tweede Kamer er al voor gewaarschuwd. Die uitzonderingsclausule is essentieel. Waarop Rutte zei ja, bijvoorbeeld in het geval van een vulkaanuitbarsting. En toen heb ik erbij gezegd, nou, dat zien wij anders en daar komen we nog op terug. En dat heb ik bij deze gedaan. Ja, maar goed, er is namelijk een mogelijkheid om van die 3% af te komen als er bijzondere omstandigheden zijn. Waarom zouden hier in Nederland hele bijzondere omstandigheden zijn? Wij zakken volgend jaar binnen Europa. Of ja, goed. Nou, die bijzondere omstandigheden zijn evident. Als per dag honderden mensen werkloos worden en de economie wordt alleen maar afgeknepen en er wordt niet geïnvesteerd, de investeringen van bedrijven lopen terug, dan is er echt wel wat aan de hand. Dus we moeten die economische groei pakken en dat doe je niet met plat bezuinigen alleen. Maar nog even terug naar die 3%. Die uitzonderingsclausule zegt ook, als jij met een goed pakket komt, Nederland, waarmee je niet alleen bezuinigt, maar structureel hervormt, zodat Europa kan geloven dat op de lange termijn ook die overheidsfinanciën op orde komen, dan wordt die uitzondering ons gegund. Maar Rutte heeft zijn invloed in Europa verspeeld door dat dubbelspel constant. En hij komt niet met een goed plan. Wij hebben dat plan. Ik durf morgen naar Brussel te gaan met ons plan. En ik durf te zeggen dat wij die uitzondering van Europa mogen gebruiken. We zijn dus gebruiken. Niet machteloos daarin, want wij kunnen er dus bij zeggen, luister eens, wij zijn akkoord met dat verdrag, ook met dat nieuwe, strengere verdrag. Maar dan moet je het ook wel consequent en serieus toepassen. En als we dat niet doen, dan vervalt onze steun. Want uiteindelijk zijn we er voor de banen van mensen in Nederland. Zijn er voor de werkgelegenheid in Nederland. Meneer Samson, Van Rompuy, de baas van de commissie, heeft toch gezegd, we accepteren helemaal geen uitzonderingspositie van Nederland. Nou, ik denk dat Van Rompuy dat niet goed heeft gezien. Want in het verdrag staan gewoon die uitzonderingsmogelijkheden wel. Die hebben we bijvoorbeeld al eerder kunnen en mogen inroepen in een recessie in 2008 en 2009. Met succes, want toen hielden we dus wel mensen aan het werk en zorgden we ervoor dat de economie weer ging groeien. Nu heb je het probleem nog een keer. Het zou ongelooflijk dom zijn voor de Nederlanders als geheel, voor de Nederlandse economie, als we er nu nog eens 15 miljard uit gaan slaan met z'n allen. Maar het probleem is eigenlijk breder dan dat. Want het gaat dus nu alleen nog maar over die 3%. En dat is precies waar 15 rechtse regeringsleiders in Europa ons naartoe hebben geleid. Een kale financiële agenda. Terwijl Europa meer moet zijn dan dat. We moeten er ook toch weer een handtekening van meneer Rutte ondergezet? Heb ik dat exact. Ja, hij heeft dat een van de regeringsleiders. Een van de regeringsleiders was Rutte. Een rechtse toevallig. En die anderen ook. En zij hebben het enige wat zij hebben gedaan de afgelopen 1,5 jaar... is Europa op een kaal financieel pad zetten. Elke eurotop zijn er 500 miljoen Europeanen nog chagrijniger dan daarvoor. Wat Europa zou moeten doen, is perspectief bieden. Dat betekent bijvoorbeeld investeren in groei. En dat kan als je de landbouwgelden eindelijk eens een keertje anders wil. Ja, u gaat al verder, maar de vraag is meer, moet je niet gewoon aan die afspraken houden? Aan die regels houden. Ja. Eurocommissaris Rehn, toch ook gesteund door de Partij van de Arbeid, dat die man wordt aangesteld, die zegt gewoon 3% is 3%. Martijn van Dam. Ja, ik ben ook bang dat het daar ook op uit gaat draaien. Tenzij het kabinet daadwerkelijk met zijn heel pakket zou komen om de Nederlandse economie te hervormen. Want de Nederlandse economie is gewoon structureel zwak. En dat betekent dat als je nu naar Brussel stapt en zegt, mogen we alsjeblieft boven die 3% uitkomen, kun je wel vergeten. Maar wat mij een beetje verbaasde was wat Ronald Plasterk net zei. Namelijk dat hij zei, we gaan misschien wel tegen dat nieuwe verdrag stemmen. Dat kan ik me niet voorstellen, want we zijn er ontzettend voor. We hebben steeds gezegd, Europa moet eigenlijk automatisch landen straf geven die zich niet aan de regels houden. Daar zijn we steeds voor geweest. Dan vind ik het niet verstandig om nu te gaan dreigen met een tegenstem tegen iets waar we eigenlijk voor zijn. Nee, we zijn er voor wanneer je dat verdrag ook werkelijk toepast zoals we het bedoeld hebben. Namelijk, er zijn regels en in uitzonderlijke gevallen kun je daarvan afwijken als het alternatief is dat je daarmee de economie van Nederland, de banen van mensen in Nederland, kapot maakt en uiteindelijk ook schade doet aan de Europese economie. Er zitten nu rechtse mensen in zowel de commissie als in de meeste regeringen en die gebruiken nu dat verdrag voor een hele rechtse agenda. Maar mevrouw Jacobi, zouden die andere landen die het moeilijk hebben ook niet zo'n uitzonderingspositie willen hebben? Nou, ik denk regels zijn er om nageleefd te worden, maar regels zijn er ook om in de geest ervan zeg maar, je werk te doen. Wat hier de bedoeling is, dat die 3%, dat je een betrouwbare goede begrotingsdiscipline hebt.
Dat is in Nederland best wel aan de orde. Maar wat hier aan de hand is, als wij zouden, we hebben hier in de vorige discussie met Paul Witteman ook gehad over wat zou dat betekenen voor Nederland, dat je rond de 15 miljard in 2013 zou moeten bezuinigen. Nou, dat kan niet anders dan dat je je land kapot bezuinigt. Dus je ziet al naar de bezuinigingen die we nu al voor de kiezer hebben gekregen, de meest kwetsbare in onze samenleving. En het is echt nog erger. Als je niet hervormt, dus ik ben het heel erg eens met mevrouw Albayrak, als je niet hervormt, kun je ook never en nooit binnen 2-3 jaar die 3% wel halen. Dat moet gewoon weer industrie. En het is allemaal nog veel erger dan wij hier met elkaar bespreken. Want je moet ook de kleine lettertjes bij dat verdrag lezen. En dan komt het echt aan op hoe het wordt uitgevoerd. En dan vertrouw ik Rutte en zijn maten voor geen cent. Want dat verdrag zegt, je moet structureel op 0,5 uitkomen. En de VVD zegt zelfs 0. Weet u wat dat betekent? 28 miljard bezuinigen volgend jaar. Dat zijn geen bezuinigingen, dat is pervers. Ja, maar meneer Samson, de Grieken bijvoorbeeld. Ik noem maar even een bevolkingsgroep. Ja, een ander verhaal. Ja, maar mag ik een ander voorbeeld geven? Ja. Spanje, afgelopen dagen, krijgt een uitzondering omdat Spanje met een recessie kampt. Weet u welk land ook met een recessie kampt? Nederland. Dat is mede dankzij het beleid wat nu gevoerd wordt door het rechtse kabinet. Maar het is een feit. En met dat feit moeten wij omgaan. Moeten we zo goed mogelijk voor Nederland de economie weer uit die recessie zien te krijgen. Sterker worden met solidaire hervormingen. Als je daar een pakket van naar Brussel brengt, dan zal ook Olli Rehn en ook al die anderen inzien dat het verstandigst is voor de economie als geheel, voor Nederland in het bijzonder. Maar zegt uw collega Van Dam zegt, dat wordt daar waarschijnlijk niet geaccepteerd. 3% zal waarschijnlijk gewoon 3% blijven zijn. Dan heeft Van Dam weinig vertrouwen in de plannen die je ook kunt maken. Hij heeft gelijk als hij zegt, Rutte met zijn plan zal het niet doorkrijgen, want die wil niet hervormen. Wij wel. Wij willen de woningmarkt aanraken. Laat ik als eerste zeggen, ik vind dat wij sowieso voor het nieuwe verdrag moeten stemmen. Daar zijn we altijd voor geweest. Dan moet je het ook niet inzetten als dreigmiddel. Dat is het eerste. Tweede is, kijk, als het zou verstandig zijn als Nederland een uitzondering krijgt. Okay. En dat krijg je alleen. Dat krijg je alleen op het moment dat je echt de economie durft te hervormen. Dan heb je het over de huizenmarkt, de arbeidsmarkt, de innovativiteit van onze economie. Want we lopen zo ongelooflijk achter bij een aantal andere Europese landen. Dat is wat er nu echt moet gebeuren. Maar Martijn, het is geen dreigmiddel, het is je rug recht houden. Nee, je rug recht houden is niet tegen die stem waar je eigenlijk voor bent. Wij zullen